It's gonna be a party! Oh, yeah, hoor!
Yes, yes, yes. Ik wil jullie van harte welkom heten. Maar gelukkig hoef ik het vanavond niet alleen te doen. Ik heb een aller charmante assistente. Give it up voor Linda Wagemeijer! Hello, everybody! Are we feeling good tonight? All right. Who is here from Spain? All right, Spain. Who is here from France? Welcome to you. Are you feeling psyched tonight to support your contestants? Yeah, everyone. All right, this is a night that we've all been looking for. It's the fifth time. Het is al de vijfde keer dat dit concert georganiseerd wordt. Deze middag waren er maar liefst 200 persmensen, internationaal, nationaal, om hierbij te zijn. Dus het is een ding, mensen. This is a thing. And if you're here, you are in the right spot. Give you me the card. Yes, please. That's what I said. Are you ready? Linda, wacht even. Ja. Yeah. Luister. Ik ben een Nederlands meisje. And proud of it. I'm a Dutch girl. En ik wil jullie even vertellen dat wij hebben nogal wat namen te verstouwen gekregen, hoor. Ja, yeah, I know. It's a kind of a problem already. Nou, precies. Jij zegt dat leuk. Het begint al meteen lekker, want we gaan naar het eerste land. Ja. Wat voor jullie gaat optreden. Yes. Als jullie nou denken, nou Marleen, Linda, het spijt me wel, maar jullie bakken er helemaal niks van. Dan mag je dat zeggen. En dan zeg je, je moet het zo of zo uitspreken. Dat horen we graag, Linda. Ja, yeah, and the one who pronounces it the best gets to kiss Marco from Italy, I heard. Oh! First guest. En ja, hier een klein verhaaltje over onze eerste gast. Vanochtend was er dus een persconferentie, die begon om 9 uur. Maar onze eerste gast, die wilde vandaag gewoon eerst Amsterdam zien. Dus die dacht, weet je wat, bekijk het allemaal. Ik ga lekker 2 uur in Amsterdam rondhangen. En rightfully so. Echt rock'n'roll hoor, deze man. Uit Litouwen komt hij. Yes. Hij zingt al vanaf kind af aan. En zong inderdaad in diverse rockbands. Dus het is echt gewoon een rocker, hè? Yes. Is a rockstar. And his debut album just came out this year. And the song Festival, song that he's actually performing tonight, is on this album. Okay, here we go. Let's pronounce the name, see if we can do this. Give your hands up for Andreas Bojanovic! Yes! I have to tell you something. It's been on my mind way too long. I promised myself to go and say I'm falling apart to see you again. If you don't comes
good shoe. I wear them today. One is called love, the other is pain. But still you don't know. I'm in love with you. When summer dies, I wear it today. One is God love, the other is pain. Enjoy the evening. A big, massive kiss from Lithuania. I love you.